jaar zijn er veel wijzigingen in de wetgeving op het gebied van arbeidsrecht. Als u ondernemer bent en u heeft een aantal medewerkers in dienst, dan is het goed om te weten wat de gevolgen zijn van die wijzigingen. Want die zijn best ingrijpend. Om u te helpen hebben wij een top 5 samengesteld van wijzigingen waar u zeker rekening mee moet houden. Helder en beknopt, zodat u verder kunt met ondernemen. De aanzegtermijn. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om minimaal een maand van tevoren te melden of een tijdelijk contract wel of niet verlengd wordt. Doet u dat niet? Dan moet u een boete betalen die kan oplopen tot wel een volledig maandsalaris. Deze regel geldt alleen voor contracten die 6 maanden of langer duren. Wilt u dit voorkomen? Zet dan de datum waarop u moet aanzeggen meteen in uw agenda zodra u iemand tijdelijk in dienst neemt. De transitievergoeding. Vanaf 1 juli bent u een transitievergoeding verschuldigd als u een medewerker ontslaat die 2 jaar of langer in dienst is. Dit geldt als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, of de rechter de arbeidsovereenkomst op uw verzoek ontbindt, of op uw initiatief een contract voor bepaalde tijd niet wordt voortgezet. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband, het inkomen en de leeftijd. Bereken de transitievergoeding snel met onze online rekentool. Deze kunt u vinden op de pagina over de wet werk en zekerheid op arag.nl/ondernemer. Hoger beroep bij ontslag. Voorheen kon een werknemer niet in beroep gaan als hij werd ontslagen met toestemming van het UWV of de rechter. Nu kan dat wel. En daarmee kan de ontslagprocedure maanden langer duren. Ons advies is dan ook om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen. Wat daarbij kan helpen is dat u vrijwillig de transitievergoeding aanbiedt en rekening houdt met de opzegtermijn. Zo voorkomt u langdurige procedures. Ontslag bij dysfunctioneren. Als u een medewerker wilt ontslaan die slecht functioneert, dan moet u goed kunnen aantonen dat die werknemer niet geschikt is voor zijn werk. En dat u hem de kans heeft gegeven zich te verbeteren, bijvoorbeeld door het bieden van scholing. In de nieuwe wet worden strengere eisen gesteld aan het zogeheten verbetertraject. Ons advies is: bouw een goed dossier op en zorg dat hieruit blijkt dat u de werknemer tijdig heeft geïnformeerd en dat u voldoende aandacht heeft besteed aan het verbeteren van zijn functioneren. Routes naar ontslag. Vanaf 1 juli ligt het voor elke ontslaggrond vast welke route u moet kiezen. Als u om bedrijfseconomische omstandigheden of na 2 jaar ziekte mensen moet ontslaan, dan gaat de route via het UWV. Bij persoonlijke ontslaggronden, zoals een verstoorde arbeidsrelatie, loopt dat via de kantonrechter. Onze tip: er kan meer dan 1 reden zijn om iemand te ontslaan. Elke reden moet op zichzelf voldoende zijn voor ontslag. Bouw daarom een volledig dossier op en zorg voor een goede onderbouwing van de ontslagredenen. Onze tips nog even op een rijtje. Agendeer de data waarop u tijdelijke medewerkers moet aanzeggen. Gebruik bij ontslag onze handige online tool om de transitievergoeding te berekenen. Voorkom lange procedures door in goed onderling overleg uit elkaar te gaan en de regels goed toe te passen. Zorg voor een goede dossieropbouw en laat u goed adviseren over de te volgen ontslagroute. Deze top 5 is slechts een greep uit de nieuwe wetgeving. Het is best lastig om de nieuwe wet goed toe te passen. Daar willen wij u graag bij helpen. Neem gerust contact met ons op. Wilt u zich verder inlezen? Download dan onze whitepaper. Hierin staan alle wijzigingen in het arbeidsrecht uitgelegd. Of volg onze zakelijke bloggers voor de laatste ontwikkelingen.